Ben je onder de indruk nu van het voorjaarsoffensief van Rusland? Nee, ik geloof dat niemand daarvan onder de indruk is, eerlijk gezegd. Niemand weet eigenlijk of het ook een groot offensief is, of dat het gewoon een mislukt groot offensief is. En laten we wel wezen, de Oekraïners vertellen je ook niet precies wat er aan de hand is. En we hebben nu ook een heel verhaal gehoord over een tankslag bij Voelen, daar heet dat geloof ik. De situatie aan dat front, en dat is natuurlijk van aanzienlijke afmetingen, lijkt mij niet erg duidelijk. Maar goed, als er een offensief gaande is, kunnen we constateren, het is geen succes geworden. Nog niet? Nog niet, nee. Maar als het nu kijkt, dan zijn er toch wel grote offers gebracht. En daarbij dat Bachmoed. En je kunt ook, want dat is toch de algemene interpretatie, dat de Oekraïners dat volhouden omdat de Russen relatief heel veel personeel en materieel verliezen in dat offensief, als het dat het offensief is, maar dat ze heel veel personeel en materieel verliezen. Wat voor de Oekraïne alleen een voordeel is natuurlijk. Ja, je zit ook op lange termijn blijf je zitten met het probleem dat we natuurlijk allemaal het heel sympathiek streven vinden dat de Oekraïne een verpletterende overwinning gaat behalen op de Russen. Maar dat je ook een beetje realistisch moet zijn, maar dat is tegenwoordig ook levensgevaarlijk natuurlijk. Rusland is daar. Rusland is gewoon groter dan de Oekraïne, wat je er verder van denken mogen. Het heeft ook meer inwoners dan de Oekraïne. Het heeft met dezelfde demografische verliezen te maken als de Oekraïne. Maar dat neemt niet weg dat je met dat de kans, het lijkt mij dat ze, de Oekraïners erin zullen slagen op afzienbare termijn alle Russen van hun grondgebied te verwijderen. Die kans lijkt mij niet zo verschrikkelijk groot. Nee. En dan moet je je vragen hoe lang, niet waar, moet je doorgaan met dat, met die oorlog. Gezien de schade die daardoor ook wordt toegebracht aan de Oekraïne. Infrastructuur, de steden, van alles en nog wat. Dat was ook een vraag van studenten. Van, pardon, van waarom blijven ze vechten? Waarom stoppen ze niet met vechten? Nou, ik denk dat op dit moment nog steeds, waarom gaan ze door met vechten van twee kanten? Omdat ze allebei denken dat ze van dat vechten voordeel zullen hebben. En het wachten is natuurlijk nog op een wellicht magistraal offensief van de Oekraïne in het voorjaar of in de volgende zomer. Geen idee, misschien op een totaal andere plek dan je zou verwachten.